Ja, welkom bij een nieuwe piepshow. En jawel, dames en heren, vandaag uh, vrijwel niks over de zaak Activision Blizzard. We gaan het wel over Activision Blizzard hebben en dan over het salaris van Bobby Cottage. Is iets leuks mee aan de hand. Maar eigenlijk is het allemaal vrij rustig. Het schijnt, ik hou het wel in de gaten, het schijnt dat misschien, uh, we nemen dit op maandag op, dat maandagnacht er Mogelijk een beslissing komt, maar het is aan de rechter zelf om te bepalen wanneer ze dat doet in de, de zaak. Activision, in de, de zaak, ftc, FTC ja. inderdaad. Ja. Dus uh, zij bepaalt het helemaal zelf. Uh, ze is met allerlei dingen tegelijk bezig. De, 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 rechter. De, de rechter, inderdaad. Okay. Ja, en het is niet zo dat er een datum staat. Het is gewoon als zij denkt dat ze een beslissing heeft, ja. om als er het klaar is, het is klaar is, klaar is, en inderdaad. Dus um, ja. hoop, men hoopt in het weekend, maar ze heeft vrijgenomen en terecht. Ook. Geen crunch time voor de Geen time. Um, wat wel opvallend is. Even uh, in is uh, natuurlijk dat wij uh, de afgelopen tijd uh, natuurlijk een beetje hebben nagedacht van gaat het nou wel of gaat het nou niet lukken? Mm -hmm. uh, eigenlijk was iedereen toch wel redelijk positief van het gaat Microsoft wel lukken. En daarmee ging uh, het aandeel Activision Blizzard ook omhoog. Maar sinds uh, vijf dagen, 3 juli is vandaag uh, de negende of de tiende, uh, mm -hmm. nou ja, sinds een week is die enorm naar beneden gekukkeld. Enorm. Nou, enorm. Hij is naar beneden gekukkeld. En heel veel analisten begrijpen dit niet helemaal. Is het toch een soort Angst dat de FTC nee zegt en dan de CMA ook, uh, en dan heb je dus Engeland en UK die het allebei niet willen. Dat is dan weer te groot. Nee, nou ja, kijk, ik bedoel, dat moet natuurlijk. Er is altijd een onzekere factor. Die onzekere ja. factor moet op een of andere manier in de prijs terechtkomen. Ja. Dus dat, dat is misschien wat je ziet. Verder zijn er ook nog gewoon marktomstandigheden. Het zou ja. ook zomaar kunnen zijn dat uh, dit is een heel jaar. Ja, nee, dat snap ik. Um, wat, wat heel goed zou kunnen is dat. Um, uh, weet je, er zijn andere tech stocks die bijvoorbeeld heel hard aan het gaan zijn. En Video is een goed voorbeeld. Het is ja, ontzettend zeker hard omhoog geknald. Um... Uh, dat geldt ook voor andere stocks. Uh, dit is, laten we eerlijk wezen, um, als je van uh, 82 naar 88, even uit mijn hoofd, maak ik zat 88 euro per aandeel geboden. Dat betekent dat als die deal doorgaat, ga je dus nu <laughs> van nou ja, 5 euro uh, uh, 60 uh, nog wat uh, 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 winst maken. Vraag ah, enfin, ah, het nu weer 60. omhoog. Zie is het, is het, is het, is je dat? Ja, ik zat er ja, net rood. Dat, ja. dat, dat ja. gebeurt natuurlijk altijd een ja. beetje. Dus de um, Weet je, nou, voor die 5 euro. Of voor, sorry, voor die 5 euro, dat is dan uh, pak een beet uh, weet ik veel, 6, 7 procent op dat aandeel. Het is natuurlijk niet niks. Nee. Uh, maar ja, weet je, er zijn andere aandelen nee, die nu misschien harder gaan. Ook omdat ja. de meeste. Analisten denken dat de FTC geen zaak heeft, omdat de FTC uh, die moet alle acht punten bewijzen en één punt niet bewijzen is uh, geen probleem. En toch is er dus wat onzekerheid in de markt. Nou, Denk het, kan hij... ook gewoon het, het is ook gewoon het, het moment. Hè? Hoe langer ja. dat gezaak doorgaat, is het langer het betaalmoment achterwege blijft. En dat betekent wel dat je geld dus vast zit in ja. aandelen Activision Blizzard uh, die op zich niet heel veel meer waard worden um, en ze no zeker niet meer dan 88 uh, dollar zullen halen. Ja. Terwijl we wel gewoon, uh, weet ik veel, 10% inflatie hebben, zo meteen. Dus ik, ik, ik zit toevallig even te kijken hoor naar uh, rechts staan allemaal andere aandelen: Apple, Amazon, uh, Microsoft en Sony. Dan is dus Sony eigenlijk bijna net zoveel waard als Activision Blizzard op dit moment. 91 oh. om 82. Nee, maar het gaat hoeveel aandelen zijn er? Ah, oké. Okay. Het Sorry. gaat om de market cap. Dus als je de beurswaarde ziet van, uh, dan zie je dat dat 64,8 miljard is. Ja, yeah. uh, dat is. Um, uh, en als je dan naar Sony kijkt, dan zie je dat het 113 miljard is. Okay, dus er zijn gewoon meer aandelen yeah, die okay. uitstaan voor nou goed, dit bedrag. Uh, tot slot, en dan houden we er eventjes uh, over op. Wat denk je, wat gebeurt er uh, als Activision uh, de zaak er niet doorheen krijgt? Microsoft, Microsoft krijgt de zaak er niet doorheen. De deal gaat gewoon niet door. En Microsoft zegt, fuck het dan ook maar. Ik ga het op een andere manier doen. Wat denk je dat er met Activision gebeurt? Is Activision sterk genoeg met Call of Duty om op eigen pootjes dan gewoon uh, omhoog te kunnen gaan met aandelen? Of wordt het gedumpt? Nee, het gaat gedumpt worden. Omdat um, zij komen niet met een nieuwe. Je moet een soort explosieve of exponentiële winst ja. kunnen voorspiegelen. Weet je, het hoeft niet daadwerkelijk behaald te worden, maar je moet een goed verhaal hebben. Mm -hmm. En Activision, Blizzard, uh, hetzelfde geldt voor EA, voor Ubisoft, voor al die partijen. Die zijn door hun argumenten heen. Dus mm -hmm. daarom zie je ze ook vol op NFT's duiken. Of uh, vroeger op virtual reality. Weet je, als het wat belooft in de toekomst, dan een ze erop. Uh, maar wat je nu krijgt, bijvoorbeeld het, het hype woord op dit ogenblik is AI. Jeusmatige ja. intelligentie. Nou, uh, uh, Nvidia heeft een steekhoudend argument. Want die zegt van luister, wij kunnen de hardware uh, leveren waarop die uh, AI-algoritmes uh, draaien. Dat kunnen we inbouwen in ja. chips en verkopen we meer chips. Nou, dat zien we ook gebeuren. Dus die hebben een goed, een goed verhaal. Samsung wil, wil er ook volop gaan inzetten. Natuurlijk, ja. omdat je gewoon ziet dat dat is een goed verhaal uh, waarbij je gewoon die aandelenkoersen ja. omhoog ziet gaan. Um, hoe kan Activision Blizzard dat nu doen? Die moeten dus zelf de markt op om overnames te gaan doen. Maar het probleem is dat dit, dit is een bedrijf... wat al behoorlijk in de schulden zit... Mm -hmm. um, en die, die rentes gaan omhoog. Dus schulden worden duur. Dus je kunt niet zomaar meer... om een of ander lulverhaal hard te maken... een paar overnames doen en zeggen nee. tada hiervan gaat ons aandeel omhoog. Nee, je moet daadwerkelijk omzet genereren. En dat is moeilijk voor ja, die bedrijven. Of je moet bewaarspreken van de nieuwe Call of Duty... moet zoveel meer gaan verkopen. Uh, of een nieuwe IP. En dat zit er natuurlijk ook nog niet nou ja, in. Wat je gaat zien... ik denk eerlijk gezegd dat... Um, uh, ik weet niet precies. Ik heb niet zo echt gekeken. Maar je hebt zoiets dat heet de earnings... To, of de Profit-to-Earnings mm -hmm. ratio. Dus hoeveel winst wordt er gemaakt en ja. hoeveel wordt er uitgekeerd als dividend? Um, ik denk, ik, misschien kun je nog heel even teruggaan naar dat, uh, terughalen. Uh, naar dat document wat je zien. maar het zou kunnen zijn dat je dat. En anders moet je het ik even heb, googlen. Ja, ik heb het even Want dan weer. kunnen we even zien hoeveel dat is, bijvoorbeeld hoeveel die ratio is. Um, even kijken, even full screen, even kijken of we dat hier kunnen zien. Uh, meer over Activision Blizzard uh, daar beneden. Uh, koerswinst. Nee, daar staat hij. Uh, nee, dat is koerswinst. Uh, profit to earnings. Ja, meer over Activision Blizzard. Daar klik, 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 klik. dan gaan we. Uh, uh, Dividend rendement. Nee, het, het, het staat er Koerswinst, 3508. Nee. Nee, goed. Um, kunnen we even niet vinden. Kunnen we even zo snel niet vinden. Moeten we, dus, moeten we even induiken. Maar dan kun je zien of, um, um, of Activision Blizzard een interessante investering is... Ik schat van niet, want veel techbedrijven en ook veel uh, bedrijven in die um, uh, in, in die games waren gewoon overgewaardeerd. Uh, mm -hmm. Ja. Dus wat ga je hier zien? Stel dat die deal niet doorgaat, dan zie ik dat aandeel van uh, Activision Blizzard zo echt significant dalen, waarschijnlijk onder de 70 dollar. Oké. Okay. Uh, omdat um, Microsoft uh, die deal van Microsoft die heeft dat dat uh, dat aandeel eigenlijk kunstmatig hoog gehouden. Mm -hmm. Want dat is het bod wat Microsoft heeft gedaan. Microsoft ja. heeft dat gedaan, soort van op de top van de markt. Mm -hmm. um, ja, weet je, ik, er, sindsdien is er veel gebeurd. Dus het is maar heel erg de vraag hoe dit bedrijf gewaardeerd wordt. En als zij niet met een konijn uit Hoge Roet uh, komen, nee. dan gaat het dezelfde kant op als Ubisoft, als IA. Um, ja, allemaal dat soort, uh, dat soort bedrijven. Die, die zakken weg, want er is gewoon niet zo heel veel meer. We gaan het in de gaten houden. Ik denk binnenkort, dus, de uitspraak van de FTC. Dan gaan we even naar iets wat op social media wel een dingetje was. En dat is het salaris van Bobby K. Ja. Um, versus het salaris van uh, onze grote Japanse vriend Shuntaro Furukawa. Dat is zeg maar de, 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 ja, de evenknie. Dus ja. uh, Bobby Kotick is de baas van Activision en uh, Furukawa. Is de baas van Nintendo. Uh, Bobby verdient een salaris uh, van 155 miljoen per jaar. En uh, die andere 251, uh, Bobby krijgt ook nog eens een keer veel meer aandelen in het bedrijf. Nou, de, de, sorry, die aandelen zitten in die 155 miljoen. Okay. Dat, niemand krijgt 155 miljoen salaris. Dat is, dat is veel te veel geld. Want dat betekent ja. dat je gewoon, uh, betaal gewoon 60, uh, of wat is het? Uh, in Nederland is natuurlijk meer, maar in Amerika ik weet je 30% uh, mm -hmm. uh, belasting over. Dus dat zou 55 miljoen belasting zijn. Dat is gewoon veel, veel te veel. Ja. Dus dat, um, ja, het staat wel salaries, maar dat is dus all in. Ja, dat weet ik zeker. Dus dat, ik, ik weet niet hoe dat berekend wordt. Maar... Um, uh, het, het zou kunnen zijn dat Nintendo, de Nintendo CEO, ook nog opties krijgt later, mm -hmm. maar dat het gewoon in Japan niet transparant ja, goed, is. Dat je niet weet hoe dat werkt. Dat, dat vind kunnen... ik interessant. Ik vind het zelf dan niet zo interessant: van is het stok of niet? Er zit hier een gigantisch verschil in. Een verschil van 155 miljoen versus 2,5 uh, uh, miljoen. Van heeft dat ook te maken met. De cultuur, de Amerikaanse cultuur bijvoorbeeld. Um, uh, uh, Iwata. Uh, die heeft op een gegeven moment toen het wat slechter ging in de markt, um, heeft hij bijvoorbeeld de helft van salaris heeft hij ingeleverd. En dat wilde hij. Dat hij dan voor de developers van Nintendo werd, werd ingewaard. Ja, dat ja, is stuk symbolisch allemaal. Kijk, ja. Dat zie je met dit soort bedragen. Wat dan, stel je voor dat hij ook 2,5 uh, miljoen verdiende. En dan heeft hij de helft ingeleverd. Dus is Tuurlijk, dat is 1,2 miljoen. Zoveel geld. Ja. Dat is, ja, het is niet zoveel. Uh, niet voor een bedrijf als Nintendo. Ik, wat dit serieus is, en ik weet het niet. Want ook dit is iets. Dat zouden we kunnen uitzoeken. Wat ik al zei. Uh, Bobby Kortis heeft echt niet uh, elke maand. Uh, wat was het? 1,2 uh, miljoen. Wat is het op zijn? Ronaldo rekening? heeft het tegenwoordig makkelijk. Ja, maar. Ja, maar, maar hij niet. <laughs> dat is, dit is echt. Uh, of wat zeg ik, uh, 12,5 miljoen zou hij dan elke maand krijgen. Mm -hmm. Dat is echt niet gebeurd. Um, uh, wat, het, wat dit gewoon is, is dat. Um, uh, want ik weet dat die, um, uh, die CEO van Nintendo. Um, hey, Bobby Cottage earned 150 ja, miljoen in kijk Even naar beneden scrollen, yeah. even naar beneden scrollen. Verder, 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 verder. Hoe is het opgebouwd? Ja, mm -hmm. uh, yeah, overal, bla, 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 bla. Even kijken, speaking of famous company leaders, bla, bla, bla. Hmm. Nee, er staat niet bij. Het staat niet bij hoe het opgebouwd is. How much does it make an hour? Uh, <laughs> nee, dat uh, is no, niet... So the -paying CEO is Bobby Cottage uh, earned, uh, earns an average of 70, 70 thousand dollars an hour. Yeah, my, my. Nou ja, goed, ik, ik wil daar maar niet. Dit, dit zouden we kunnen uitzoeken, maar de 100% ja. opties of aandelen. Ja. Uh, belastingtechnisch is het belachelijk om iemand zo van te trekken. Dat gebeurt niet. En het zou heel goed kunnen dat die Nintendo CEO ook gewoon aandelen krijgt of een andere vorm van betaling. Je weet het niet, man. Mm -hmm. dit is gewoon altijd lastig. Het is wel zo in Amerika zijn dat soort cijfers wat transparanter. Weet je, bijvoorbeeld in Nederland uh, hangt de cultuur waarin we ons een beetje schamen, weet je, mm -hmm. van wat we verdienen. Dat doe je niet echt in Nederland. In Japan is exact hetzelfde. Ja. Ook een schaamtecultuur. Je bent geen zak. Vullen daar, er wordt er neergekeken als je dat wel doet. Amerika is totaal anders. Ja, dus, is, overigens hier. Dit had ik, ik had het wel een klein beetje uitgezocht. A Nintendo CEO Shuntu Furukawa only owns 80.000 shares van Nintendo Stock. Activision CEO Bobby Cottage owns 4.2 miljoen shares. Nou, het zou ook kunnen zijn dat die 4.9 miljoen shares een bepaald dividend uitbetalen, wat bij zijn salaris komt. Of een bepaald, mm -hmm. of misschien is de uh, waarde? Nee, dat denk ik niet. Uh, maar goed, het zou kunnen zijn dat hij gewoon shares heeft gekregen hoor. Maar, maar feit, nou, nou is uh, toevallig is er vandaag dan ook weer een onderzoek uitgekomen. waarin uh, dat moesten ze uh, ook, ook in, in Japan is nu zo: van je moet aantonen per bedrijf hoeveel vrouwen je in het management hebt, bladibla en wat verdient wat. Mm -hmm. um, dat de lonen bij Nintendo niet extreem hoog lagen ten opzichte van concurrerende bedrijven. Ja. Wel interessant, uh, het gemiddelde uh, tijd van iemand die bij Nintendo werkt. Gemiddeld is 14,5 jaar. Ja. Gemiddelde leeftijd is 40. Uh, het is wel een bedrijf waar je bij Activision en Ubisoft de mensen heen en weer ziet vliegen vaak. Weet je, dan gaan ze vijf jaar en dan gaan ze weer ergens daar doen. Maar ja. Nintendo-mensen zijn wel heel trouw. Met cultuur, het is echt cultuur. Uh, het is een cultuur. cultuur, weet je. En ja. laten we eerlijk wezen: als je in Nintendo, als je in Japan voor Nintendo werkt, dat is een big deal. Ja. En als je in Amerika voor Activision Blizzard werkt, stelt geen flikker voor. En vroeger waren uh, Blizzard-medewerkers die hadden ook die trots van kwaliteitsproducten. Uh -huh. Nou, inmiddels is dat wel weer weg. Dus uh, uh, het is gewoon niet zoveel waard om voor Activision Blizzard te werken. Uh, dus gaan mensen ook snel weg. Uh, daarnaast de economische situatie. Activision Blizzard zit in, uh, voor een groot gedeelte, in ieder geval in Los Angeles. Um, of in de buurt van Los Angeles. Als je kijkt wat er in Californië is gebeurd. Met de huizenprijzen, met de, uh, uh, wat mensen nodig hebben, gewoon daar voor yeah. de cost of living. De inflatie. die ja, nee, De, 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 de levensstandaard is daar echt veel duurder dan in Japan. Ja. In Japan is het voor kort best wel lange periode van lage inflatie geweest. Nu pas trekt die inflatie een beetje aan. En dan zie je ook gewoon van ja, mensen, je hebt minder geld nodig in Japan om het te rooien. Ja. En, in, en Californië is denk ik een van de duurste plekken op aarde om te leven. Mm -hmm. Ik bedoel, gaan ga huis kopen, bijvoorbeeld in, in uh, uh, weet ik veel, in San Francisco of zo dat dat ik bedoel je hebt het over vele miljoenen voor echt een kuthuis nee. je hebt toch ook bij bij Google voor de deur de staan hele uh, RV parken van programmeurs die verdienen tenminste 100 tot 150.000 duizend dollar per jaar ja. die wonen gewoon in een in een, in een, in een in een trailer <laughs> omdat er gewoon er is geen huis voor ze ze kunnen nee. niet betalen uh, ja, ik, ik zie het trouwens ook. Ja, dat, dat hij in 1994 erbij is gekomen. Voor uh, elkaar was echt... Nou, ik wil niet zeggen dat hij onderaan begon. Maar uh, hij begon niet zeg maar, bovenaan. Uh, het is wel heel typisch. Mensen werken lang bij een bedrijf. Bij Nintendo ja. zijn heel erg um, trouw. Vind jij het een uh, goed idee... in een creatieve sector? Ik snap dat je uh, in, een, in een... weet ik veel... als jij weet ik veel bruine bonen of autobanden... of auto's verkoopt... Uh, dat, het, dat het jou een een positieve vibe kan geven als je uh, aandelen hebt in je bedrijf, omdat in principe wil je gewoon zoveel mogelijk winst maken. Nou wil een gamebedrijf dat ook alleen? Ik vind het dan zo eng uh, als, als iemand ook nog zoveel aandelen heeft dat het voor hem belangrijker wordt om het bedrijf winstgevend te maken dan dan goede producten maken. Nou, het, de, de, uh, 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 je, je kunt dat niet over één bedrijf zeggen. Je kunt gewoon kijken naar de aandelenmarkt. Wat is er gebeurd? En wat je ziet, dat vroeger kochten mensen aandelen ja. omdat het een investering is die zichzelf terugbetaalt. Dus je kreeg een dividenduitkering. Dus uh, um, uh, en die was een ja een pap. Percentage van wat een aandeel kostte, en dan kun je dat een beetje tegen elkaar afwegen. Dus stel je voor je ja, het 100 euro gespaard, nou dan, dan kocht je een aandeel en dan kreeg je elk jaar, kreeg je, weet ik veel, 1 euro. Ik zeg maar wat, weet je, of misschien wel 5 euro of 4 euro, ik weet niet. En dan kun je een rekensommetje maken van, nou, en dan komt het altijd weer verkopen. Had je 100 euro terug en elk jaar kreeg je gewoon een beetje dividend uitgekeerd. Um, op een gegeven moment is dat veranderd. Uh, omdat um, die inflatie nam toe door geldcreatie. En dan zie je dat die hele aandelenmarkt wordt een soort gigantisch casino. Ja. Waarin de hele truc is om je, wat je vandaag in je aandelen steekt. Uh, morgen uh, met winst weer te verkopen. Mm -hmm. En hoe krijg je winst uit een bedrijf. wat niet exponentieel groeit? Want het is heel erg moeilijk. om een bedrijf te vinden. wat exponentieel groeit. Um, uh, en als het al gebeurt. ben je vaak te laat. Dus kijk naar Tesla bijvoorbeeld. Toen dat ja. begon. Had iedereen ook zoiets van ja, moeten we hier aandelen steken of geld insteken? steken, ik weet het niet. En toen hebben we die, weet je, Vanguard vooral, maar ook BlackRock, die hebben dat aandeel helemaal de naar de maand gepompt. Um, en toen had iedereen zoiets: van ja, dit werkt. Dus mensen gingen daar geld in steken. En dan, flikkert weer en, naar en dan flikkert het op een gegeven moment flikkert het weer in elkaar. Dat is nog niet gebeurd over Tesla. Maar dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. En dan. En dat is het probleem. Dus het ging niet meer om die uitkering van die dividend. Nee, het ging om uh, proberen dat aande die aandelenkoers zo hoog mogelijk mm -hmm. op te jagen. Nou, hoe doe je dat? Met bullshit. Ja. Dus je het, aan de ene kant konden ze tegen 0% rente geld lenen. En uh, het enige wat ze nog nodig hadden dan was een of ander uh, verhaal over hoe ze gingen groeien in de toekomst. Nou, dan kochten ze een of andere kleine start-up voor te veel geld. En dan hadden ze iets van, ja, we gaan nu uh, NFT's, 3D, virtual reality, uh, AI, noem het maar op. Wat voor een soort uh, bandwagens weer op konden springen om maar op mee te liften op een van de hype. Uh, en een aandeelhouders uh, die hadden zoiets van. hé, hey, well, oh, dit zou wel eens kunnen gaan. Hop, boem, die gooiden al hun geld erin. En dan ging die aandelenkoers omhoog. En dat spelletje is, dat eindigde toen die rentes omhoog gingen. Mm -hmm. Want geld is nu gewoon veel duurder geworden. Dus die mensen kunnen niet meer zo ruksigloos hun geld vergokken. Dus dat ja, die cultuur is aan het veranderen. Dat snap ik, maar. Waar ik ook op doel is dat bijvoorbeeld een GMO heeft zoveel aandelen in het bedrijf dat. Uh, stel nou, het gaat niet goed met een bedrijf. Dan, dan is een baas met heel veel aandelen in het bedrijf. Is gewoon lastig, lastiger weg te krijgen dan een baas met een contract. nou oh ja, op die manier. ja. Maar goed, dat heeft. Zou dat bewust zijn dat, dat ze bij Nintendo dus gewoon blijkbaar allemaal niet al te veel aandelen in het bedrijf hebben? Nou, behalve het tegendeel. Want ja. uh, uh, de, de belangrijkste. Uh, uh, maar dat, de aandeelhouders dat zijn de niet... ouders van, ja. van Nintendo. Maar dat is die familie. Dat is die familie. En en die ja. zitten ook in de raad van bestuur. Dus ja, die maar die maken niet echt... de games. Nee, maar dat ze bepalen alles wat daar gebeurt. Okay. Dus wie daar de directeur wordt, wie er aangesteld wordt. Die hele conservatieve uh, strategie van Nintendo, komt mm -hmm. voort bij die familie. Ja. En de manier waarop ze dat bedrijf hebben ingericht. Maar het ding is, jij, stel je voor dat jij je spaargeld wil investeren. Je denkt van zal ik dat doen in Nintendo? Of zal ik het doen in, uh, in Tesla, of misschien iets anders, of in Nvidia, weet ik het. Nou, dan ga je kijken, zeg je van Nintendo, nou, dat wordt gecontroleerd door een familie, ja. die zijn heel conservatief. Dat heeft zijn voordelen. Het heeft ook zijn nadelen. Dus het heeft zijn voordelen dat omdat ze zo conservatief conservatieve zijn, zullen ze geen gekke dingen mm -hmm. doen. Ze gaan geen woke... Uh, op een of andere woke uh, trein stappen. Uh, ze gaan geen... Uh, niet opeens hun games allemaal op de Playstation uitbrengen. Um, uh, maar dat kan ook een risico zijn... in de tijd van de uh, uh, Wii... of de Wii U zag je dat bijvoorbeeld. Mm -hmm. De Wii U is geflopt als console. Um, en toen ik... Uh, ook en iedereen zei het zit van Jezus, dit werkt niet. Ze moeten nu of iets heel, helemaal nieuws uitvinden. Ja. of ze moeten hun games gaan uitbrengen op, op uh, andere platformen. Gelukkig hebben ze dat eerste gedaan. En dat, uh, dat is een succes geworden. Anders was het de einde oefening van Nintendo geweest. Ja. Maar dat betekent wel, met die conservatieve um, uh, uh, bedrijfsvoering. Ja, het is nog steeds spannend, weet je. Ik bedoel, ze moeten risico nemen. Dat nee, hebben ze toevallig okay. net goed gedaan. Goed, la laten we kijken dan uh, naar, naar de bedrijfsvoering van, uh, van de drie partijen. Want ook dat is nu wel een beetje uitgebotteld. En hebben we het over uh, ja, het fiscaal jaar 2023. Dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Want het is natuurlijk niet uh, 31 december tot de, nee, 1 januari tot en de met 31 december. Nee. Maar vaak loopt het van maart uh, van 1 april tot eind maart. Nou, dat hebben ze nu zo ongeveer wel op een rij gezet. Uh, Sony PlayStation 26 uh, miljard, laten we zeggen 17 miljard. Uh, uh, Microsoft uh, 15 miljard. En uh, Nintendo 12 miljard. Dat is omzet. Dus dat is wat die bedrijven binnenbrengen. Mm -hmm. uh, nou is omzet natuurlijk niet altijd uh, ook winst. En daar zie je wel een groot verschil in. Uh, um, even kijken hoor. Uh, Nintendo heeft namelijk dus 12 miljard omzet, waarvan 3,8 uh, miljard operating profit. En PlayStation 27 miljard omzet, maar maar 1,8 miljard. Uh, profit. En, en Microsoft die geeft die gegevens dan weer heel flauw niet vrij. Uh, wat ook meestal wel een maar beetje even uh, is. Nou, wat ze doen, uh, ze, ze, ze segmenteren het niet. Dus je krijgt gewoon cijfers van Xbox. En, mm -hmm. en, of van Microsoft. En ze zeggen niet wat Xbox dus specifiek nee. gedaan heeft. Maar uh, dit is wel algemeen bekend van Nintendo, uh, dat zij heel erg winstgevend zijn met wat ze doen. Nou is het ja. PlayStation uh, winst is ietsje wat vertekend omdat ze uh, de 3,6 miljard uh, aankoopkosten van Buntje hebben ze ervan afgehaald. Dus wat principe... echt opvallend is, want meeste van dat soort overnames gaan met uh, aandelenuitwisseling, uh, uh, weet je, dus ja. ik, dan wordt zo'n betaling gedaan in extra aandelen die worden uitgegeven, maar zij hebben gewoon cash afgetikt blijven. Dit laat ook wel zien dat Nintendo is altijd een bedrijf geweest uh, wat 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 heel weinig korting geeft of heel heel bij, eigenlijk bijna nooit zeg maar hun producten uh, snel naar beneden gaat bijstellen. Ze gaan het ook niet naar boven bijstellen. Het is gewoon een prijs daar, daar beginnen ze bij en daar houden ze heel lang uh, aan vast, zowel de hardware als de software. Ja. Uh, en daarmee gewoon heel, ja een hele constructieve lijn, uh, ook niet. Ze gaan ook niet in één keer van. Oké, okay, wow, online gaming is. Dan gaan we daar vol on in. Dan gaan ze een beetje aan proeven. En dan elke keer doen ze het pootje ietsje verder in het water. Mm -hmm. Heel rustig. Um, waarschijnlijk zouden ze nog veel meer geld kunnen verdienen. Maar ze willen het gewoon heel langzaam opbouwen. Zodat ze niet één keer ergens in een bubbel ja. uh, stappen. Overigens um, is dan wel. Zeer waarschijnlijk nu. En dat komt door een uh, Chinees uh, Chinese, uh, media investment site, Money DJ. Mm -hmm. uh, die um, ja, die checkt alles in zijn land. Um, de Switch 2 hebben we het over. Nou, dat is altijd, ja, gaat hij nou wel komen? Gaat hij nou niet komen? Nou, hij gaat er natuurlijk wel een keer aankomen. Maar wanneer dan? En zij zeggen naar nou, Foxconn uh, die maakt heel veel hardware in uh, China. En uh, mm -hmm. via hun weten ze uh, dat hij in. Uh, het eerste kwartaal van 2024 gaat komen. De Switch 2 vond ik een hele rare tijd. Ik dacht, dat, dat doen ze toch altijd met uh, de kerstperiode? Hè? Ik bedoel, het is mm -hmm. toch het cadeau voor de familie, voor je kids en dat soort dingen? Nou, dat was allemaal zo bij de Wii en de Wii U. Uh, maar niet meer bij de Switch. De Switch was ook in maart. Dus ik denk ja. inderdaad dat dit maart gaat worden. Dit gaat maar, dus uh, het eerste kwartaal is vanaf 1 maart, inderdaad. Ja, ja. Of, uh, sorry, vanaf uh, 1, uh, 1 april. Dus dan gaan we dus naar alle waarschijnlijkheid en, uh, een Switch uh, 2. Krijgen. Ik denk ook wel dat het eraan komt, ook omdat we eigenlijk uh, geen echt ver gezicht hebben op een nieuwe Mario of de Metroid Game. Uh, dat soort grote titels bewaren ze vaak voor een launch. Ik moet je zeggen, ik vind het nog spannend. Want um, kijk, de Switch is natuurlijk een gigantisch succes geweest. Ja. Daar hebben ze ontzettend veel van verkocht. Um, nog steeds wel wat langzaam, maar nog steeds verkopen ze ervan. 130 ben of volgens mij al miljoen. Ja, ik ben benieuwd of ze uh, voor een soort backwards compatibility zullen gaan. Ja. Of dat ze uh, misschien toch een, een ja, ik weet het niet, een soort. Kijk, die, die hardware moet wel heel veel krachtiger worden. Mm -hmm. um, wil het interessant zijn om er eentje te kopen? Bobby Cottage had gezegd vergelijkbaar met de Playstation 4. Nou, het zegt me helemaal niks wat, nee. wat zegt dat nou ja hoor. ik bedoel ja weet ik ook niet um... is de switch nu dan niet vergelijk kijk dat is het ding ja. Nintendo games zijn gewoon hele mooie games die heel ja. goed draaien op die switch en een ja weet je waar ik ik bedoel als ik uh, weet ik veel een uh, bepaalde de, de third party games op de switch speelt dat ziet er allemaal goed uit mm -hmm. um, maar ik vind het ook... Die Switch, dat heeft een bepaald soort charme. Ik, ik ben niet per se toe aan een Switch 2. Nee, nou ja, dat is natuurlijk... Eigenlijk de laatste jaren hebben we steeds wel echt iets anders gekregen. Van de, van de Wii naar de Wii U uh, naar de Switch. Dat was elke keer toch wel een iets ander type console. En ja. het lijkt me heel vreemd als je nu ongeveer hetzelfde krijgt. Maar dan ja. x uh, procent uh, uh, krachtiger. Dat, dat, dat um, ja, dat... dat dat is apart. Uh, developers, dat gaat ook een beetje het verhaal dat een aantal developers hebben inmiddels al development kits. Dat is logisch, want het kost een paar jaar om die games te maken. Um, dat, dat, dat zit er wel in. Uh, ze gaan wel wat meer met de tijd mee, want uh, volgens mij, voor het eerst, maar correct me if I'm wrong, kun je nu straks, want dat was altijd een probleem, uh, weet ik veel, uh, jij bent uh, Boris op Nintendo en dan kan je je, je je account kun je meenemen naar de volgende Switch natuurlijk, want je hebt een account bij Nintendo Online. Ja, ja, precies. Dus dat kan dus nu. Voorheen kon dat altijd niet. Moest je weer helemaal overnieuw beginnen. Oh, en nu, ja. nu gaan ze hetzelfde doen ja. wat je met Xbox. Hè? Je gamer tag kun je gewoon de helft tijd weer meenemen. Ja. Nou ja. ja, dat is typisch Nintendo. Bedoel, zij stappen niet meteen mee daarin. Uh, als ze zeker weten dat het goed is, dan, uh, dan, stoppen ze erin. Weet je, ik zie het tegenop omdat ja. <laughs> daar, ja. dan krijg je weer die shit dat je gewoon maandenlang dat ding niet kunt kopen. Weet je, dat ga je dan krijgen. Pff, en dat, ja. Uh, en ik vind het wel grappig. Hè? Want ik bedoel, ik zoek nog altijd voor een aanleiding om een PlayStation 5 te kopen. Maar een Switch 2 zou ik blind kopen op, bij launch. Nee, ik, dat, ik, uh... ik, ben nu, ik, ik heb nu gehoord dat er in uh, september dan een um, PlayStation Slim komt. PlayStation 5 Slim voor 3,99. En dan denk ik, oké, okay, ja, okay. dat, dat, dat is mooi. Weet je. Maar ja. Hij is nu inmiddels 75 euro goedkoper, de PlayStation 5. Bij alle retailers. Dat is okay. door PlayStation zelf ingestoken. Maar wat kost hij nu? 4,99 Kost hij nu, uh, nee 75. 4 75, 479 of zo. Dat ding is zo ontzettend lelijk. Dat, uh, <laughs> ja. ik, ik wacht wel op de slim inderdaad. Precies. Dus ik, ik denk ook van. Ik wacht gewoon netjes even. Uh, tot uh, de slim. Um, ja dan gaan we het even hebben over Ubisoft. Ja ze mogen niet ontbreken. Dames en heren. Um, Ubisoft. Uh, nou, afgezien dat ze hun games gewoon vaak. Uh, op dit moment dat het even niet lekker loopt. Van waar zijn die games dan. Um, doen ze af en toe ook een beetje. Een beetje domme dingen vind ik. Um, er is blijkbaar een bug in de decent mode. Ik weet niet wat het is, want ik speel al heel lang de Division 2 uh, niet meer. En door die bug die door Ubisoft is gemaakt want zij maken die game hmm. kunnen gamers. Um, Iets exploiteren. They have yeah. been exploiting a bug in the game that allowed players to join other players already in descent through the Ubisoft Connect interface and gain unfair amounts of XP and SHD levels. In plaats dat ze nu zeggen: Goh, wat, wat dom van ons en wat sorry en uh, we gaan het proberen te fixen. Maar goed, als je er gebruik van maakt, ja, we snappen het ook wel. Gaan ze op ijs heel erg, um, ja, gaan ze sancties ondernemen tegen mensen die dat doen. En ik vind dat. Nou ja, is ja je, het, je, je jaagt gewoon je en zeker. Wie speelt nu in godsnaam de Division 2? Nog ja. Dat zijn echt de meest hardcore uh, uh, fans. Ja, als je die permanent gaat suspenden... of in ieder geval voor twee weken. Ik zou zo kwaad worden, ik zou never nooit meer een Division game kopen. Dus nee, um, het is heel raar dat je je eigen player base zo zo behandelt. Exact, weet wel je raar. wel. Um, als je het zou doen, uh, dan zou ik het gewoon uh, man tegen man uh, als het ware. He. De mensen die je weet die het doet, die zou ik dan gewoon bannen en dan zelf uitleggen waarom je te doet, Maar zoiets open basis. ja, mensen hadden zich zoiets van: Dude, weet je wel, uh, fix je game en, en ga ons niet straffen voor iets wat niet goed is. Inderdaad, uh, dan tot slot, ja, ik, ik ongetwijfeld heb je het gezien, misschien heb je het ook weer niet gezien. Um, het is de eigenaar van de New York Knicks en uh, oh, ja. de um, 2.3 New York 3 Rangers, 3.2 um, miljard. Wat kost dat? Voor heel veel geld. Zijn vader is. Hij heeft ooit, is volgens mij ooit HBO gestart. Uh, hij is niet populair, die man. Hij heeft het geld gewoon van zijn pa gehad, eigenlijk. Dus hij is eigenlijk met een gouden lepel in zijn mond. De uh, New York Rangers en de New York Knicks, de basketbalteam en de die doen het ook niet goed. Dus iedereen haat hem ook in New York. Maar hij haalt op een gegeven moment één droom en dat was een sfeer, een sfeer heet dit, uh, te maken in LA. En uh, hij is nu, hij is nu klaar. Ik zal hem ietsje. Eetje groot te maken. Uh, een mega Lomaan project. Maar aan de andere kant ook wel extreem fascinerend wat dit allemaal kan. Uh, 16K camera's. Uh, 16K ledscherm. Het um, is in fucking sane wat dit is. Um, ik kan me voorstellen dat dit uh, ideaal is ook voor een, uh, een, een, een videogame. Uh, Performance, als het mm. ware. Ja. Uh, wat, wat vind jij van dit soort dingen? Het kost natuurlijk belachelijk veel geld. Nou ja, ik vind, ik vind, het, ik vind het fucking fantastisch. Omdat ja. het gewoon. Dit is zo insane. <laughs> dit kan alleen in Amerika. En dan ook ja. nog eens een keertje alleen in uh, Las Vegas. En um, ik vind het interessant. Ik bedoel dit. Uh, uh, wat ik ook grappig vind, uh, je weet, ik, ben geen, ik geloof niet in de hele climate uh, change hoax die ons wordt aangesmeerd. Uh, dit vind ik een goed voorbeeld, weet je. Ik bedoel, uh, iedereen loopt te janken over energieverbruik en dan gebouwt iemand gewoon dit, weet je. Ja. Moet ik wel zeggen, in Las Vegas wordt het uh, de energie die komt uh, van de Hoover Dam, die daar in de buurt ligt. Dus dat is allemaal natuurlijk opgewekte uh, stroom maar uh, ja man, stroomverbruik is vooruitgang. <laughs> vooruitgang voor de mensheid. Dat ziet er uh, onder andere zo uit. Weet je, waarom ook niet? Ja. Fuck it, als je het geld hebt en dan kan het. Waarom niet man? Hij bah, gooit bah in ieder shit. geval hier op stuk. Hij wil dit nu ook in New York gaan doen. Uh, oh, liefst okay. op Madison Square Garden. Maar ja, ik denk dat je dan wel te maken hebt met. Het is veel te uh, groot daarvoor toch? Je kunt je niet voorstellen hoe groot dit nou ja, is. laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen, uh, Madison Square Garden zit toch wel redelijk midden in een gebied waar mensen wonen. Als dit tegenover jouw woning zit, dan, dan nee, slaap je, je niet wordt meer. Gek. je wordt helemaal knetgek. Je ja. wordt uh, knettergek. Maar het is, je hebt het al gelijk. Dit is uh, bijna zo'n megalomaan als wat er bijvoorbeeld in Dubai gebeurt. Als je zoveel geld hebt. Aan de andere kant is ook wel een stuk ontwikkeling. Ik bedoel, 16k televisies om je heen. Alles. Ja, ik, ik, ik zou het graag een keer meemaken. Dus wie weet ja. ooit uh, dat een gamebedrijf denkt, weet je wat, ik ga mijn game hier gaan. Stel je Die voor dat, lanceen, je daar, dat je daarin kan gamen. Dat je flight In zijn ja, inderdaad. inderdaad. Insane, inderdaad. Ja. Goed. Uh, de, de vooruitgang. Ja. Volgende week. Nieuwe Piep